Ik zit hier nu dus op een bankje voor mijn huis. En ik ben verder gegaan met de dingen die ik uit het bos heb meegenomen. Dit is het geworden. Vier kleine takjes. Die vormen een kruis en die lange tak vormt de stijl. Ik heb een inkepje gemaakt in het onderste takje, zodat je er wat wol in kunt klemmen. En daarna de takjes kunt omwikkelen tot je dat kruisje hebt. Als je nou wilt gaan spinnen, dan neem je een stukje draad, dus wat je er omheen doet. Een stukje draad, wat je al zelf gemaakt hebt met je handen of met dit takje. En dan maak je er een kleine lus in. Nou, ik probeer te laten zien. Je maakt er een lus in, zodat hij over dit takje hier heen kan vallen. Zo. Dan blijft het zitten. Dat heet op zijn Engels wel een half hitch. Dat kom je vaak in de spinliteratuur tegen. En op dat moment zit hij eigenlijk vast en kan hij draaien. Kijk. Zo, hupskee. Als het dierenbiertje. Waar gaat hij dan? Kijk. Twist, twist. Je ziet het zo lopen. Kortom, zo heb je voor, eigenlijk voor het bezit van een mes. Dat is het enige wat je moet hebben. Een beetje aardige mes. En een plukje schapenwol, wat je misschien wel van een hek hebt gehaald. Heb je toch je eigen klein tolletje gemaakt. En je kan er behoorlijk wat draadjes op spinnen. Leuk, hè?